en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer bij jullie terug met een make-up video. Oh my gosh jongens, ik heb al zo lang geen gewone echte make-up video gemaakt. En ik heb het gemist, want jullie weten mijn passie is en blijft make-up. Hoeveel vlogs ik ook maak, hoeveel andere soorten video's ik ook maak. Make-up video's vind ik altijd gewoon echt heel leuk. Dus ik ben vandaag weer bij jullie terug met een nieuwe make-up review. Ik zag op Boozy Shop dat er een hele schattige collectie is uitgekomen van Wet n Wild. De Be Mine Honey collectie. Het is een kleine collectie, slechts 4 producten, maar ik heb hem gewoon besteld, want ik wilde hem gaan testen. Het is ook betaalbaar, want het is Wet n Wild. Ik vind Wet n Wild altijd best wel fijn. Goede kwaliteit, prijsverhouding, lekker betaalbaar en af en toe echt wel goede make-up erbij. Af en toe ook wat slechte make-up, maar al met al ben ik altijd wel tevreden. Dus ik ben ook weer heel benieuwd naar deze 4 producten. Ze zien er echt super schattig uit. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké jongens, let's do this. Ik ben al opgemaakt zoals je kunt zien, want er was niks voor mijn gezicht behalve 1 product en daar gaan we mee beginnen. Dit is de Wet n Wild Wild Crush Honey Be Mine Primer Serum. Dit is dus een primer en serum in 1. Kijk even hoe schattig dit eruit ziet. Echt heel mooi goud en dit breng je dus aan als primer onder je make-up of je brengt het gewoon alleen aan, ook gewoon op een dag wanneer je geen make-up draagt. En dit moet dus je gezicht een hele mooie glow geven en je preppen voor je make-up. Ik heb hem net aangebracht voor mijn make-up. Het voelde echt best wel fijn aan. Het voelde best wel waterig aan. Dat viel me gelijk op. En toen zag ik online dat het ook een waterbasis heeft. Dus dat was me ook al gelijk opgevallen. Het heeft ook een heftige geur. Ik vind de geur lekker. Ik vind het een beetje een mix van honing en citroen. Een beetje een mix van die twee geuren. En online staat dat het een geur heeft van Asacia honing. Als ik het goed uitspreek. Dus ja, ik vind het best wel een lekkere geur. Als je houdt van honing en zo, dan vind je deze collectie waarschijnlijk qua geur echt geweldig. Echter vond ik het niet echt iets doen voor mijn gezicht. Het moet dus een hele mooie glowy basis geven. Ik zag niet echt heel veel glow. Mijn make-up is er ook niet per se beter opgegaan of zo. Als ik ga voor een glowy basis, net zoals dit, dan ga ik liever toch voor gewoon een primer olie. Die werken toch altijd net iets beter. Dus ja, ik zou hem persoonlijk niet opnieuw halen. Oké, dan het volgende product. 3 andere producten heb ik nog niet gebruikt. Die ga ik nou samen met jullie gebruiken. En we gaan beginnen aan de ogen. Dit is de Wet n Wild Wild Crush Honey Be Mine Pigment Palette. Het paletje bevat matte kleuren, shimmery shades en ook een pressed glitter. Jongens, kijk dit paletje. Het is zo geel. Alles is zo geel, jongens. Oh my gosh. Ik hou van geel. Geel staat altijd heel mooi met mijn huidskleur. En ik vind het er heel mooi uitzien. Je kunt wel echt zien dat het een goedkoop paletje is. Alles aan dit paletje is super, super cheap. Ik zie ook dat dit er allemaal niet heel goed in ligt. Ik weet niet of het echt goed opvalt op beeld. Maar vooral de kleur hier ligt niet echt heel goed in het paletje. Het is een beetje scheef. De kleur hier is ook al een beetje kapot gegaan. Terwijl ik er niet echt iets mee heb gedaan. Dus ja, je kunt wel echt zien dat het heel goedkoop is. Ik ben wel heel benieuwd naar deze kleur. Ik ga hem even swatchen. Het is echt een pressed glitter. Kijk dit. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Oh my gosh. I love it. Ik vind het echt heel mooi. Prachtige kleuren. En ze matchen ook perfect met ja, waar de collectie echt voor staat. Ik ben ook gegaan vandaag voor een beetje een glowy, meer een naturel make-up look. Basis make-up look. Want ja, ik vind deze collectie toch best wel meer glowy, meer everyday. Maar toch wel een beetje spicy met alle gele honey-achtige kleurtjes. En ook vooral met deze glitter. Dus hiermee wil ik even een lookje gaan maken. Ik ga vanavond naar de bio. Dus dan ben ik daar gelijk voor klaargemaakt. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik wil ook vandaag qua ooglook niet echt gaan voor echt een hele heftige, strakke ooglook. Ik wil een beetje meer voor een naturel, gewoon speelse effect gaan, zeg maar. Alsof ik niet veel moeite heb gedaan, wat ik wel doe. Ik ga beginnen met deze heftige gele matte kleur hier. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Ik breng het aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Cast. Er komt niet heel veel kleur vanaf. Ik heb ook al gepruimd met concealer op mijn ogen. Geel is ook niet een kleur die heel goed te zien is op mijn huidskleur, want ik heb een gele ondertoon huidskleur, dus geel valt er vaak een beetje in weg. Dan pak ik deze meer oranje matte kleur. En die kleur gaat ook in mijn arcadeboog om het iets donkerder te maken. Oh, hier komt echt helemaal geen drol vanaf. Oké. Er is ook geen andere donkere matte kleur in dit paletje, dus hier moet ik het gewoon echt mee doen. Ik ga het ook een beetje zo naar buiten trekken. Ik denk dat ik voor een beetje een foxy eye look ga, dat het zo een beetje omhoog gaat naar buiten en dat ik dan zo hieronder niks aanbreng. Pak weer een beetje van die gele kleur, ga ik er weer mee overheen. Ik moet echt super veel aanbrengen. Het is dat ik hier heel veel knip en plak. Maar ik ben echt al lang aan het blenden. En ik breng echt super veel aan. Dan ga ik in met deze prachtige glanzende kleur hier. Die is wel echt heel erg mooi. Ik denk dat de glanzende kleuren mooi gaan zijn. Ja, kijk dit. Prachtig. Ja, heel mooi. Ik moet wel zeggen, als je het gaat uitblenden, blendt het wel een klein beetje weg. Maar het is op zich oké. Nou ga ik in met deze pressed glitter. En die breng ik dan nog zo aan op die andere glanzende kleur voor wat extra glow.
Dit is wel echt heel mooi. Ik hou van glitteren, jongens, dat weten jullie. Ik breng niet te veel aan. Gewoon zo'n klein beetje. Of ja, een klein beetje. Het is wel veel, maar niet te veel, zeg maar. Ik wil niet dat die kleur eronder helemaal niet meer te zien is. Als die matte kleuren ook goed waren geweest, dan was het echt best wel een goed paletje geweest. En die glitter breng ik ook best wel hoog aan. Dat als ik zo vooruit kijk, je het ook echt nog wel gewoon kunt zien. Dus met het beetje glitter wat er nog op mijn vinger is, breng ik het ook zo iets hoger aan. Echt helemaal in mijn arcaarboog, zeg maar. En dat vind ik altijd wel mooi. Mensen, ik heb gisteren gesport en echt heel mijn lichaam doet pijn. Gewoon mijn armen, ik voel ze gewoon pijn doen terwijl ik me aan het opmaken ben. Dan pak je deze licht glanzende kleur. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Oeh, die kleur is ook heel mooi. Ja, mensen, dit is echt mooi. Die glanzende kleuren en die glitterkleur hebben echt de look gered. Die matte kleuren echt één shit. Dan wil ik ook nog ingaan met deze glanzende kleur hier. Die is niet heel glanzend. Hij is eigenlijk gewoon mat met wat lichte gele glittertjes erdoorheen, zeg maar. En die kleur wil ik graag gebruiken om een beetje een wing te maken ofzo. Ik hoop dat het lukt en ik hoop dat het wat meer mat is dan glanzend. Oh nee, dit is echt slecht. Er is echt niet genoeg pigment. Het brengt ook een beetje vlekkerig aan ofzo. Dat is wel jammer, want ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Nou, dit was het dan jongens. Dit is de ooglook. Heel apart, maar wel heel leuk. Ik ga eventjes wat mascara aanbrengen, nepwimpers en dan kom ik zo bij die terug. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van Kleon Cosmetics in de Style Baby. Mijn fave lashes op het moment. I love them. Oké, de ooglook is af. Mijn gezichtsmake-up is ook al gedaan. Ik heb een cream blush opgedaan en bronzer. En nu is het tijd voor dit gezichtspaletje. Dit is het Wet n Wild Wild Crush Honey Be My Face Palette. Dit wordt een face palette genoemd. Een gezichtspaletje. En dat is omdat hun vinden dat je het als highlighter en als blush kunt gebruiken. Echter vind ik het veel te glanzend voor blush. Ik zie dit letterlijk alleen maar als highlighter. Kijk, het heeft zo twee kleuren. En ze vinden dus dat je deze iets donkere kleur kunt gebruiken als blush. Maar ik weet niet of je het kunt zien. Maar het is super glanzend. Ik persoonlijk zou ze gewoon allebei gebruiken als highlight. Deze voor de iets donkerdere huid. En deze voor de iets lichtere huid. Ik ben wel heel benieuwd hoe glanzend het gaat zijn. Want het ziet er echt heel glanzend uit. Kijk hoe glanzend het is. Wel twee hele mooie kleuren. Ik denk oprecht dat beide kleuren kunnen werken op mijn huidskleur. Dus ik denk dat ik ze gewoon ga mixen. Oh, by the way, als je ingaat met dit soort glitters, als er wat glitter valt op je gezicht, want het is een pressed glitter, dus dat blijft echt zo plakken. Pak dan gewoon een spoelie. Met een spoelie kun je het er gewoon zo afschrapen. En dan gaan die glitters weg. Dus dat is een handige tip nog. Oké, ik ga letterlijk gewoon allebei de kleuren mixen. Oh, mooi. Het is wel heel geel goud. Ik denk dat ik nou alleen maar inga met deze kleur. Kijken wat er dan gebeurt. Ja, ik persoonlijk zou alleen maar die kleur gebruiken. Ik vind dit toch iets te geel goud. Maar nou moet ik het alsnog ook doen hier. Omdat het moet matchen. Het is heel heftig. Oké. En dan pak ik weer alleen maar deze donkere kleur. En dan breng ik het ook zo aan op mijn neus. Zoals ik altijd doe. Een beetje uitblenden met mijn vinger. Het is wel echt best wel gelig. Ook deze andere kleur. Dus als jij een huiskleur hebt met een roze ondertoon, zou ik hem niet aanraden. Met een gele ondertoon als ik, gaat het echt best wel mooi staan. Ik vind het echt mooi. Dit is het eerste product vandaag waarvan ik denk, ja, dit vind ik wel mooi. Het is wel een tikkeltje poederig, dat wel. Maar het is wel heel mooi als je nog op zoek bent naar een hele mooie geel-gouden highlighter. En dan last but not least, fixing spray. Dit is de Wet n Wild Wild Crush Honey Be Mine Face Mist. Dit is een 3-in-1 face mist. Het is een primer, fixing spray en een verzorging in 1. Dat zijn eigenlijk bijna alle sprays. Maar oké, ik denk dat het een beetje gaat lijken op dit product. Maar dan voor na je make-up. Het geeft ook weer een hele mooie glow. En gaat ervoor zorgen dat je gezichtsmake-up beter blijft zitten. Oké. De spray is op zich wel fijn. Het heeft weer die hele lekkere honinggeur. Echt precies net als dit product. Geeft het ook een glow aan mijn gezicht? Ik denk het wel. Ik zie nu al echt een beetje een glow. Oh, I like it. Veel beter dan die primer. Ik ga nog meer aanbrengen. Ik hou wel van een goede glow. Je kunt zo je gezicht heel snel sprayen. Je bent heel snel klaar. Het valt heerlijk op het gezicht. De spray is een beetje agressief, maar het valt heel zacht op mijn huid, zeg maar. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Oh, ik vind het heel mooi wat het hier doet. Het heeft deze highlighter helemaal laten inblenden. Ik vond hem dus een beetje poederig, wat ik net zei. Maar nou, na die spray is het helemaal zo, zeg maar, in mijn huid getrokken. En zo meer... Een wet look, zeg maar. Meer een wet look. Oké, dit was dan de collectie. Maar ik moet ook een lipkleurtje aanbrengen natuurlijk. Ik denk dat ik een beetje in de gelige honingsfeer blijf. Ik ga deze lipolie aanbrengen van Clarins. In de kleur 01 Honey. Dus het matcht perfect met deze make-up look. En mijn Morphe Sweetie lip pencil.
Nou mensen, dit was het dan. Dit is de look. Ik ben best wel blij met hoe ik eruit zie. Een hele mooie glowy make-up look. I love it. Ik raad letterlijk de helft aan en de helft niet. Deze primer raad ik niet aan en de oogschaduwpaletje ook niet. Voor alle redenen die ik net allemaal heb opgenoemd. Al met al vind ik de look wel heel mooi geworden. Maar het is gewoon niet al te beste kwaliteit. Deze twee producten vind ik echt geweldig. En als ik er één van twee zou moeten aanraden, is deze spray. Deze spray heeft echt mijn gezichtsmake-up zelfs verbeterd. Het heeft gewoon dit andere paletje beter gemaakt. Dus deze vind ik echt heel fijn, heel mooi glowy. Deze gaat zeker vaker worden gebruikt en hij ruikt echt heerlijk. Dus deze twee producten raad ik wel aan. Ik ben toch nog blij dat er toch nog producten zijn die ik heb kunnen aanraden. Want na dit oogschaduwpaletje had ik echt iets van oké, deze collectie wordt echt een flop. Maar toch uiteindelijk de laatste twee producten waren echt best wel mooi. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Let me know wat jullie ervan vonden beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!